Ja, Vrij staat voor doeners die denken. En dat begint vanaf de vakschool tot de directie. Ik denk dat er voor iedereen binnen Vrij ontwikkelingsmogelijkheden zijn. We staan zeker heel dicht bij de medewerkers. Wij hebben hier onze eigen vakschool. Daarbuiten doen we ook de avondschool. Eén avond per week gaan onze zij- en stromers naar school. Gijs is bij mij geweest en die heeft gevraagd of dat ik belangstelling had om een opleiding te volgen die betrekking had op mijn werk. En daar heb ik volmondig ja op gezegd. Ik ben er heel blij mee, want ik leer er enorm veel van en dat helpt me in mijn dagelijkse werkzaamheden. Uiteindelijk levert dat tevreden medewerkers op. Ja, die zichzelf graag willen ontwikkelen en waar wij uiteindelijk als bedrijf ook weer de vruchten van plukken. Het is een van de dingen die zij mij bieden, net als de gereedschappen waar dan mee werken, de beschermingsmiddelen. En ja, dat is goed geregeld. Veiligheid is heel belangrijk. Wat we eigenlijk elke ochtend doen, hebben we een startwerkoverleg, nemen we alles door, zeker als er bijzondere dingen zijn. Die veiligheid passen wij ook in het werk toe. Ik denk dat veiligheid hem ook zit in jezelf kunnen zijn op de werkvloer. Waarvan ik vind dat hij hier binnen Vrij enorm aanwezig is. Drie speerpunten binnen Vrij, waar ongetwijfeld andere ondernemers ook iets aan kunnen hebben. Leid je mensen op, bied ze de mogelijkheid tot een opleiding. Zorg dat er een veilige werkomgeving is voor ze. En zorg dat je luistert naar je mensen.